Ook voor het mannenkoor Albatros uit Pekela zijn het vervelende tijden. Door de coronacrisis kunnen zij niet optreden. Om toch in contact te kunnen blijven met hun publiek, besloten enkele leden een video op te nemen en later op internet te zetten. De opnames vinden op zaterdag 27 juni plaats in de voormalige doopsgezinde kerk in Pekela. Hier repeteert het koor in normale tijden elke maandag. Woordvoerder Bert Leffen vertelt hoe ze op het idee kwamen. Albatros is stil. En dat is natuurlijk bijzonder zonde. De dirigent kan niet dirigeren. En wij gaan geen nieuwe stukken instuderen. Wij hebben geen concerten bij Albatros. Doodzonde. Dus we hebben gezegd van, dat moet eigenlijk anders. Dus wij zijn druk in de weer geweest. Gisteren en vandaag. Samen met jou. En met verschillende anderen. Onze dirigent. De opnameleider. Uit de eigen gelederen van Albatros. Om een paar stukken in te studeren. En nou, dat is net afgerond. Er is bewust gekozen voor een klein deel van het koor. Wij mogen niet zingen met een heel koor, maar het kan nog net met 6, 7 mensen. En nou, dat hebben we vandaag geprobeerd te doen. Alhoewel de opnamen strikt individueel zelfs gebeurd zijn. En nou, wij maar heel weinig samen hebben gezongen. Gisteren nog even buiten. En vandaag voor een klein dingetje nog even binnen. Maar verder hebben we allemaal solo gezongen. De keuze viel op een tweetal nummers die het koor normaal niet zou zingen. Wij hebben gezegd van, we zouden wel eens willen kijken of zangers van Albatros ook iets heel anders zouden kunnen doen dan het repertoire waar wij gewend zijn te zingen bij Albatros. En zoon Mark, ook lid van het mannenkoor, kwam met de suggestie aan om eens een keer een paar leuke stukken uit musicals te zingen. En vandaar dat we gekozen hebben, eigenlijk Mark heeft gekozen, voor The Circle of Life. Uit The Lion King en uit Anthem van de musical Chess. Eerst wordt een ruwe basistrek gemaakt en aan de hand daarvan wordt de bijdrage van elke zanger apart opgenomen. Tijdens de pauzes bij de opnames komt de commissaris van de Koning René Paas langs om te kijken hoe het gaat. Na de koffie krijgt hij een stukje te horen van de Anthem. Voor Paas is het een bijzondere ochtend, want meestal doet hij zaterdagmorgen iets anders. Ja, normaal gesproken begint mijn zaterdag met roeien. Maar roeien zit er in coronatijd niet in, want wij roeien in een 8. En de afstand tussen twee roeiers is 1,35 meter. Nou, dan raadt u het wel, hè? Dan mag het niet. Maar in coronatijd gaat het nu eenmaal toch een beetje anders. En ik ben een beetje op rondrit. Ik neem koek mee als de anderen zorgen voor de koffie, is het motto. En ik kom langs bedrijven en scholen en in dit geval een koor. Om gewoon eens te horen, hoe is het nou als je in coronatijd de boel moet organiseren? En het zijn allemaal verhalen die erop neerkomen dat de coronatijd niet normaal is. Er is ook niet zoiets als het nieuwe normaal. In feite maken al die maatregelen, dat was wat je gewend was, volkomen onmogelijk. En het mooie is dat vandaag ook bij de Albatros passen er wel een mouw aan. Paas is onder de indruk van het koor. Ja, indrukwekkend. Ja. Het is, ze repeteren in dit kerkje hierachter, dat is ook van henzelf. En dan zit je als eenmanspubliek in de ruimte te luisteren naar de repetitie. Ik zing ook in een koor, dus ik weet hoe het is om te repeteren. Maar deze ruimte is wel eentje die van mooie stemmen iets nog veel mooiers maakt. Hè? Dus de akoestiek hier is geweldig. Hij heeft Albatros al vaker zien optreden. Ja, ik leerde Albatros kennen toen ik wethouder was en ze eigenlijk altijd optraden bij de 4 mei-herdenking in de Martinikerk in Groningen. Groot, massaal, allemaal in smoking. Het prachtige mannenkoor, die hele grote kerk, want dat is natuurlijk veel meer dan dit kerkje hierachter, ook totaal weten te vullen. Na de koffie met Paas wordt de rest van de dag stevig doorgewerkt aan de 2 opnames. Rond 3 uur staat alles op de band en kan Leffens tevreden terugkijken op deze dag. Of het koor in de toekomst meer van dit soort liederen gaat zingen, kan Leffens nog niet zeggen. Ja, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. We wachten eerst een succes even af. En we moeten dat ook eens binnen Albatros bespreken. En, we hebben dit puur privé gedaan. Helemaal los van Albatros. We zijn heel blij dat het bestuur van Albatros ons het gebouw beschikbaar heeft gesteld. dat we hier vandaag mogen zingen. Mooie akoestiek. Kerk is helemaal weer opgeknapt in de coronatijd. Het is prachtig om hier te zingen. Maar dan moeten we met het bestuur van Albatros praten van, ja, wat doen we ermee? Wat vind je ervan? En wie weet wat daar verder uitkomt. We wachten het af. Wanneer het koor weer voor publiek kan optreden is nog niet duidelijk. Voorlopig moet men het doen met het applaus van de commissaris van de Koning. Een eenmansapplausje, ja, dat is altijd een beetje dun.